pesten is nooit goed natuurlijk. En ja, het is wel altijd vervelend, ook omdat het heel vaak niet opgelost wordt eigenlijk door de scholen en zo. Het is wel een groot probleem. Pijn probeert te doen. Dus meer een geintje maken over iemand. Maar dat houdt daarna dan ook wel weer op. En pesten, dat blijft doorgaan. Nou, we beginnen de training met een kennismakingsoefening. En dan al vrij snel laten ze zelf brainstormen over wat precies pesten is, welke vormen er zijn, hoe het zich uit. En dan langzamerhand wordt het steeds heftiger. Dus op een gegeven moment hebben we zelfs een oefening erbij die heet overstreven. En dan geven ze zichzelf echt bloot als er een stelling op hun van toepassing is. En daar komen soms ook al heftige emoties bij vandaan. We hebben een spel gedaan met over de lijn. Als je daar dan mee te maken had, dan moest je over de lijn heen stappen. En toen hebben we wel veel nieuwe dingen geleerd over elkaar. En we hebben training gehad, waarbij we steviger stonden. Dus als er toch iets mogelijk gebeurt, dat we dan toch wel sterker zijn. Ja, hoe je zekerder kan overkomen tot de rest. Na de oefening over de streep zijn ze vaak wel emotioneel gebroken om uiteindelijk gemaakt te worden, zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb pesten eigenlijk al, dat is nooit goed, heb ik altijd al gevonden ook. En ik vind het ook heel goed dat ze dit doen, zodat andere kinderen ook weten hoe ernstig het kan zijn. Ja, plagen is toch wel wat anders dan pesten, daar hadden we ook een opdracht van dan. En ja, je moet toch wel weten waar de grenzen liggen en zo. Dus. Ik denk dat het de leerlingen bewust maakt dat er overal gepest wordt. Het verschilt heel erg per klas van hoe ze zich gedragen en hoe ze het oppikken. Maar ik denk wel dat de meesten er wel over na gaan denken en er steeds bewuster van worden. Wat ik ervan hoop is dat leerlingen, omdat het ook zo vroeg in het jaar gebeurt, hè, en in een fase waarin de klas nog gevormd wordt, dat ze in ieder geval wat meer bewust zijn van de gevolgen van het pesten. Als je hier heel open met studenten van buitenaf over hebt kunnen spreken, dan is het een onderwerp wat in ieder geval in de loop van het jaar bespreekbaar gemaakt is. Ja, je denkt er nou wel anders over, denk ik. Ja, en vooral mensen helpen als je het ziet gebeuren.